Eens per jaar komen tijdens de horecavakbeurs BBB en de European Fine Food Fair de crème de la crème en de fastfood samen. Komen slushpuppies en vino bij elkaar. En treffen we visdelicatessen naast de snacks. Zo uiteenlopend als deze producten, zo uiteenlopend zijn de mensen die komen naar de BBB en European Fine Food Fair in MEC Maastricht. De horecavakbeurzen brengen niet alleen producten samen, maar vooral mensen, met name horecaprofessionals. In plaats van ontmoeting, waar nieuwe recepten en producten worden ontdekt en bovenal heerlijke hoogstaandjes worden geproefd. De horecavakbeurzen zijn verdeeld over 3 hallen. In de Noord- en Zuidhal presenteren de BBB-deelnemers hun producten en diensten aan geïnteresseerde vakbezoekers. In de sfeervol omgetoverde Westhal verzamelen zich de deelnemers en genodigden van de European Fine Food Fair. De BBB, de oudste horecavakbeurs van Nederland, richt zich voornamelijk op de horecaondernemer in zijn algemeenheid. Elk jaar zijn er een aantal speciale events die gekoppeld worden aan de BBB. Zo presenteerde de BBB 2006 onder andere de Columbus Trofee, proeven met proost en de jaarlijks terugkerende kookwedstrijden voor koks uit heel Nederland. Deze wedstrijden worden georganiseerd door de stichting Europa Culinair. De European Fine Food Fair, met een traditie van meer dan 10 jaar, is de beurs voor het hogere segment in de gastronomie. Hier vind je exclusieve, verse, ambachtelijke en natuurlijke producten. Mooie wijnen, heerlijke delicatessen en bijzondere bereidingswijzen. Het is niet alleen een beurs van proeven en vergelijken, maar ook een beurs die achtergrondinformatie geeft over herkomst en toepassingen. En tevens een beurs met vaktrends en noviteiten waar overdracht van kennis en ervaring plaatsvindt. Topkoks verzorgen er voortdurend jam sessions en demonstraties. Hoogtepunten van de EFFF 2006 waren onder andere het volledig in roze omgedoopte demoplein, dat geheel in het teken stond van patisserie. Ja, dames en heren, om 2 uur de kick-off van patisserie en desserts. De indrukwekkende viskeuken, waar naast de ogen ook de smaakpapillen werden gestreeld. En de eigen smaakles van Joop voor Limburgse schoolkinderen. 1, 2, 3. Zoet, zuur, zout en bitter geeft je keuken glans en glitter. Nou jullie, want ik hoor niks. Nog een keer. 2, 3, 4. Heel goed, heel goed. Fantastisch gedaan. Geslaagd, allemaal. Iedereen heeft weer genoten van de drukte. We zijn geïnspireerd geraakt door innoverende ideeën die getoond werden. We hebben oude vrienden weer gezien. We hebben met verbazing naar opkomend talent gekeken en zijn overspoeld met een golf van nieuwe indrukken. Een beurs om niet te vergeten. Kortom, een beurs om niet te missen. Chapeau, niet